Mijn naam is Lodewijk de Leu en welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Heus wordt gebrouwen in het Pajottenland en in de Zennevallei. Beginnen met heus brouwen betekent dus op de eerste plaats dat je naar die regio moet verhuizen. Hoewel heus volgens Johan Madeleins weer hip is, is het starten van een eigen brouwerij niet zo eenvoudig. Je moet voldoende kennis hebben en ook kapitaalkrachtig zijn om het een eindje uit te zingen, tot je oude heus na enkele jaren uit het vat mag. Ik ben Johan Wanne Madeleins, ik ben voorzitter van de Lambiekstompers. Wij zijn een bierproversvereniging, Pajottenland, Zennevallei. Wij promoten de Belgische bieren, maar binnen die grote markt vooral de lambiekbieren. De lambiek, sowieso het basisproduct, de Oude Geus, de Oude Kriek en alle aanverwanten, zoals de huidige stekers en brouwers beginnen allemaal een beetje met andere fruitsoorten te spelen, andere tonsoorten en zo. Dus gans dat gamma proberen wij te promoten en in het daglicht te stellen, zodat in tegenstelling tot de jaren 80 en 90 toch meer mensen dat gaan drinken, terug van dat prachtig product gaan genieten. Dat is een beetje onze basisstelling en ik denk dat wij daar toch al voor een groot stuk in gelukt zijn. Wij zijn opgestart in 1999, exact 20 jaar geleden. Toen ging het heel slecht binnen de lambiekbrouwerswereld. De meeste sloten of hadden plannen om te sluiten. En wij hebben dan met een aantal brouwers besloten om onze vereniging op te richten. Met als doel dus de bieren, de lambiekbieren te promoten. Ondertussen, niet alleen dankzij ons natuurlijk. Hè, er zijn nog heel veel andere initiatieven opgericht en opgestart. En ondertussen moet ik toch merken dat er heel veel geïnteresseerden opnieuw zijn en wat mij vooral deugd doet, vooral heel blij maakt, dat is dat de jeugd terug interesse heeft in lambiek en Oude Geus en Oude Kriek. Je ziet dat heel goed als je iets gaat drinken ergens, in tegenstelling tot een paar jaar terug, merk je nu echt wel dat er jonge gasten of jonge meisjes een glas geus bestellen. Daar word ik heel blij van. Binnen de wereld zelf zijn er natuurlijk ook nieuwe initiatieven. Vroeger hadden de vaste waarden. Ik denk aan een Boon, de Lindemans en zo verder. Maar de laatste jaren zijn er toch opnieuw brouwers en stekers begonnen die zeggen van het is zo'n toffe wereld, het is een heel tof, leuk en vooral lekker product dat wij daar ook willen mee op die kar springen, mee op die markt komen. En ik heb zo heel toffe initiatieven. Hè. Ik denk aan de Lambiekfabriek, die zijn al op de markt. De herberg uit Buizingen hier vlakbij, die is begonnen met lambiek te brouwen. Die hebben plannen om met een oude geus op de markt te komen. Ik denk aan Sacco uit Bogaarde, Pepingen. Die heeft lambiek gebrouwen. Die heeft ook de bedoeling om met oude geus op de markt te komen. En natuurlijk Eilenbos, het grote gebouw en het grote merk op de Steenweg in Dilbeek. Schepdaal, dat komt ook terug. Dus er zijn allerlei zaken. Het is een heel positieve richting aan het uitgaan. Daar komt heel veel bij. En wat dat vooral deugd doet, dat is dat al hetgeen dat erbij komt, kwalitatief goed is. Het zijn allemaal goede producten. Dus hier staat een tevreden man. Uiteraard zitten we hier in de streek van de lambiekbieren. Hè, het Pajottenland, Zennevallei. Het is, je moet het hier doen. Hè. Hier zitten de juiste microbekes, de juiste biesjes, zoals wij zeggen, in de lucht. Je moet het hier doen. En natuurlijk, je moet de passie ervoor hebben. Je moet het karakter ook. Alle brouwers en stekers heb ik toch al in de loop der jaren ontdekt, hebben een speciaal karakter. Hebben een Vlaams-Brabantse koppigheid om ervoor te willen gaan. Vooral de passie, denk ik, en de liefde voor het product. En ik denk als je die zaken hebt, de liefde voor het product, de passie, de koppigheid om ervoor te gaan en te willen
doordoen. En de streek, het Pajottenland, de Zennevallei hier. En natuurlijk de nodige kennis gaan opdoen bij de collega-brouwers en stekers. Dat wel moet lukken om hier zelf met uw eigen lambiekbieren op de markt te komen. En mijn mening, er is nog plaats genoeg voor conculega's. Ik denk als je als startende lambiekbrouwer wil beginnen, moet je vooral terug gaan kijken hoe deden ze het en hoe doen ze het nu. En dan kom ik terug op kennis natuurlijk. Ik denk dat je heel veel moet lezen. Er zijn ondertussen genoeg boeken en geschriften over de lambiek. Ik denk dat je heel veel met andere brouwers moet gaan spreken, met andere stekers. En u daarin verdiepen en dan ook natuurlijk financieel moet het aankunnen. En je moet over het materiaal beschikken. Als je zelf gaat brouwen, zijn al rap een paar... Je moet een brouwerij hebben. Hè. Het kost direct wel al een paar honderdduizend euro als je een beetje deftig wilt beginnen. Je spreekt over houten tonnen om de lambiek te stockeren. Lambiekbier is een duur product. Een oude geus spreekt sowieso van 3 jaar oude lambiek. Dus je moet dat stockeren. Dat betekent allemaal geld. Je moet toch wel over kapitaal beschikken of anders gaat het niet lukken. Je moet ervoor gaan. Je moet, zoals Eilenbos nu, die hebben beslist van kijk, het is familie De Keersmaker, die hebben dan wel een link met het vroegere Eilenbos. De gebouwen waren vroeger van hun. En die willen er terug voor gaan, maar ja, die hebben ook heel veel contacten opgenomen met andere brouwers. Die hebben gaan zoeken naar financiën. Die doen een crowdfunding nu op dit moment. Het is niet gemakkelijk sowieso. Het is misschien een product dat terug hip is, redelijk hip is. Maar het is niet gemakkelijk om zomaar te starten. Ja. Het leuke aan lambiekbrouwen is natuurlijk, je maakt een product, je bent erdoor gepassioneerd en je maakt dat product vol passie. En als dat dan lekker is, als dat in dat glas komt en de consument geniet daarvan en die zegt van wauw, ik denk dat je dan een voldoening hebt die je moeilijk op een andere manier kunt krijgen.